ben Fabian. Ik ben Adama. Ik ben Kendra. En vandaag gaan we minister-president interviewen. Goedemiddag. Hoe gaat het? Goed. Welkom. Wat wilde je worden toen je klein was? Voor een hele lange tijd wilde ik gewoon soldaat worden. Waarom bent u dan minister-president geworden? Nou, dat heeft een lange tijd geduurd. Ik ben eerst architectuur gaan studeren. Weet je wat dat is? Ga je huizen tekenen, bouwen. Daarna financiën, dus de cijfers. Uiteindelijk ging ik bij een bank worden. En toen werd ik gevraagd om, politiek in te gaan, om het land te dienen. En ik denk dat dat een beetje gevoel heeft van, weet je, dat soldaat zijn voor je land vechten. Dus dan heb ik die stap genomen en na een lange tijd ben ik hier beland als minister-president. Wat doet u eigenlijk de hele dag als u hier president bent? Dat is een goede vraag. Nou, ik zit vaak in vergaderingen. Ik ben ook de voorzitter van de Raad van Ministers. En wat is dat? Dat zijn alle ministers samen. Die komen één keer per week tenminste bijeen. En dan nemen we beslissingen. Ik ontvang mensen. Ik geef interviews. Ik WhatsApp ook een beetje veel de hele dag. Dat wordt een beetje te veel. Maar ja, we zijn elke dag lekker bezig. Ja. Maar heeft u wat tijd voor uw kinderen? Goeie vraag. Eerlijk, niet genoeg. Ik probeer wel elke dag thuis te komen voor ze gaan slapen. Dat lukt niet elke dag. Maar in het weekend probeer ik wel tijd vrij te maken om met de familie te zijn. Want je moet balans houden. En ik doe mijn werk met veel plezier. Maar ik mis mijn kinderen ook. En ik wil niet dat ik na ik afstap van minister-president zijn, dat mijn kinderen kijken van, wie is die meneer nu? Ja, ik blijf toch papa after all. Was hij goed op school? Ja. Ik deed wel mijn best, ja. Bent u wel eens uit de klas gestuurd? Toen ik wat ouder was, moet ik zeggen, ja, maar we houden het even voor onszelf, toch? Mag ik dan vragen wat u dan heeft gedaan? Wat ik heb gedaan? Volgens mij was ik een beetje herrie aan het schoppen en niet aan het opletten. Dus toen moest ik maar uit de klas om de andere kinderen niet te storen. Ja. Werd u vroeger wel eens gepest op school? Niet zo erg, maar dat zeggen, soms voelde ik wel me een beetje anders, moet ik zeggen. En dat is niet zo fijn. En zeker als je ouder wordt, als een oudere tiener. Sommigen doen dingen en jij doet niet mee. En... Maar ja. Het was lastig als je, niet altijd even zelfverzekerd bent. En toch zeg van, hé, ik hou van wie ik ben en ik zal gewoon zijn wie ik moet zijn. En dat is soms moeilijk in een kleine gemeenschap, heb ik gemerkt. En nu hebben we, zoals je weet, meer discussies hierover. Maar ik denk dat we wel de goede richting gaan. Eigen identiteit. Doet u aan sport? Ik probeer wel eens, ja. Ik probeer soms crossfit te doen, ken je dat? Ja. Ja? Heel moeilijk, hè? Ja. Ja, daarom blijft het soms mee proberen. En zou u een sixpack willen hebben? Mijn vrouw wil dat graag, dat ik dat heb. Ja, misschien, wie weet. Oké. Okay. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon? Nee. Wel muziek. En ik luister ook soms naar boeken, maar nee, geen spelletjes. Internet is voor ons heel belangrijk. Kunt u graag iets wifi voor kinderen regelen op het eiland? Nou, er zijn verschillende plekken met wifi, zoals in onze binnenstad. Bepaalde restaurants enzovoorts. Maar ik denk dat wij wifi in ieder geval op school moeten hebben. En misschien in sommige wijken. Zodat alle kinderen eigenlijk toch toegang hebben tot internet. Maar
hopelijk voor leerzame, goede dingen, toch? Ja. Ja. Niet alleen spelletjes. Als u één ding kunt veranderen op Curaçao, wat zou dat dan zijn? Wat ik zou veranderen is dat elk kind, maakt niet uit waar ze geboren zijn of in welke familie, in een gezonde, laat zeggen, veilige omgeving en altijd de kans heeft om hun dromen te realiseren. Ja. Vindt u dat grote mensen beter naar kinderen moeten luisteren? Ja, en het is soms moeilijk, maar ik heb wel gemerkt, ook in gesprekken met mijn eigen kinderen, dat je als je luistert, dat je toch nieuwe dingen leert. Maar ook dat ze hun eigen stem hebben en soms hebben ze ook gelijk. Is dat niet zo? Ja. Ja, toch? Nou, goed gedaan. Sommige pittige vragen. Hij kon de vragen goed antwoorden. Ja, hij is gewoon heel lief en leuk. Ja.